Welkom bij Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Fotosynthesis, uitgegeven door Blue Orange. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 30 tot 60 minuutjes mee zoet bent. En in dit spel gaat elke speler proberen om zijn of haar bomen zo efficiënt mogelijk te laten groeien en op het juiste moment weer te kappen. Want daar kun je dan weer de punten mee verdienen. Dat doe je door de beste posities op te nemen, jouw bomen wat groter te laten groeien dan de bomen van je buren, zodat ze meer zonlicht naar binnen halen. En natuurlijk ook probeer je tegenstanders in de weg te zitten door met jouw grote bomen schaduw te werpen over hun bomen, zodat zij geen zonlicht krijgen, zodat ze ook geen punten kunnen spenderen om weer nieuwe bomen te laten groeien. Degene die uiteindelijk de meeste punten weet te verzamelen, wordt de winnaar van Fotosynthesis. Dus laten we maar eens een blik gaan werpen van wat er in de doos zit. Het spel is bedacht door Hjalmar Hach, als ik het goed uitspreek, en wij krijgen. De spelregels in een veelvoud van verschillende talen, waaronder ook het Nederlands. 2 pagina's overzichtelijk, met nog even het einde van de ronde en de geavanceerde regels. Verder krijgen wij voor elke speler zijn of haar spelersbordje, waarop je de lichtpunten die je hebt verzameld met je bomen bijhoudt, de voorraad, en daar staan de acties nog een keer kort op uitgelegd. We krijgen het hoofdbord waarop we met z'n allen de strijd aangaan en proberen onze bomen op de meest gunstige locaties te plaatsen. En daaromheen draait deze zon en die geeft gewoon licht afhankelijk van waar die staat. En verder hebben wij wat puntenfiches. Voor elke speler zijn of haar setje van bomen bestaande uit grote, middelmaat en kleine bomen. En een aantal zaadjes. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb een voorbeeld opgezet voor 3 spelers, waarbij ik even maar voor 1 speler het hele bordje heb opgezet. Elke speler kiest een kleur, krijgt alle bomen in zijn of haar kleur en het overeenkomstige speelbordje. Op het speelbordje leg je 4 zaden, 4 kleine bomen, 3 middelgrote bomen en 2 grote bomen. En je legt een marker hier om aan te geven hoeveel zonlicht je hebt. Je begint met 0. De overige 2 zaadjes, 4 kleine bomen en de middelboom, die heb je al voor je liggen en die vormen jouw voorraad. Dit zijn de zaden en bomen die je gelijk kan gaan planten. We wijzen willekeurig een startspeler aan. We leggen de zon op de hoek waar de zon ook afgebeeld staat. Daar begint die. We spelen 3 rondes, dus we leggen 3 rondefiches hier neer. Verder hebben wij de puntenfiches, die sorteer je op de hoeveelheid blaadjes die erop staan, waarbij de hoogste waarde bovenop komt en daaronder wordt het steeds minder waard. Dan gaan we de eerste 2 kleine bomen op het bord plaatsen. Begint met de startspeler, kiest die 1 van de posities aan de rand van het bord, dus waar 1 enkel blaadje afgebeeld staat. En zo plaatsen we 1 voor 1 onze 2 eerste bomen op het speelveld. En dan zijn we klaar om te gaan spelen. Het spel staat uit 18 beurten. Elke ronde heeft 6 beurten. We gaan de zon 1 keer helemaal rond laten draaien. Dan halen we het fiche weg. Ronde 2 gaat de zon weer helemaal rond. En dat betekent dat hij dus 3 keer 6 beurten geeft aan de spelers. En in de beurt zijn 2 fases. Als eerste hebben wij de lichtfase, de zonlichtfase. Jullie zien dat de zon hier staat. Aan het begin van de zonlichtfase beweegt hij 1 stapje, behalve natuurlijk in de eerste beurt. En hij werpt zijn stralen zo over het bord heen. Er staan pijlen op de zon afgebeeld, om dat nog een keer te herinneren. En elke boom die hij tegenkomt, die gaat hij voorzien van zon. En dat hou je bij in de vorm van zonlichtpunten. Nou, gaan we even kijken naar mijn bomen. Deze boom komt hij tegen, dus een kleine boom, die produceert 1 licht. De middelgrote boom produceert 2 licht. En de grote boom produceert 3 zonlicht. Dat zien we hier ook. Ook daar komt gewoon een zonnestraal bij, dus dat is ook 1 zonlicht. Maar bomen staan elkaar natuurlijk in de weg. Afhankelijk van de grootte van de boom werpt hij een schaduw. De kleine boom levert 1 zonlicht op en werpt 1 schaduw. Dat wil zeggen, als deze boom hier zou hebben gestaan, als de zon nu haar stralen werpt,
krijgt deze boom zonlicht, maar deze niet, omdat die in de schaduw staat van deze kleine boom. Daarentegen, als de boom daarachter groter is, ik zal hem voor jullie even platleggen, dat is voor de camera makkelijker. Deze boom krijgt zonlicht, maar daarachter staat een middelgrote boom en je ziet die steekt daar bovenuit. Die krijgt dus ook gewoon zijn of haar zonlicht. Nou ja, dit is een middelgrote boom, die werpt 2 vakjes schaduw. Dus dat betekent dat deze nog net buiten de schaduw staat en ook zonlicht krijgt. Zou die hier of hier hebben gestaan, dan blokkeert de, in dit geval Googly Eyes, met zijn grotere boom ook zijn eigen kleine boom. En de allergrootste boom die we hebben, die werpt natuurlijk een rij van 3 schaduw en die steekt natuurlijk weer uit boven de andere bomen. Maar in mijn voorbeeld krijgt iedereen, maar in mijn voorbeeld krijgt iedereen 2 zonlicht, want niemand blokkeert de zon voor een andere speler. Nou, zodra we allemaal ons zonlicht hebben genomen, gaan we naar de tweede fase en dat is het spelen van de acties. En je hebt verschillende acties. Je kunt nieuwe bomen naar je, en zaadjes naar je voorraad kopen. Daarvoor zie je dat de prijs hiernaast staat, want je kunt alleen maar speelstukken vanuit je voorraad het spel inbrengen, dus je moet ze eerst kopen en daarna kun je ze gaan planten en laten groeien. Vervolgens kun jij speelstukken op het veld laten groeien. Elk speelveld mag je maar 1 keer activeren. Wat wil zeggen, ik kan deze boom van klein naar middel voor 2 zonlicht veranderen. Dus dan haal ik deze weg en dan wordt dit een middelformaat boom. Speelstukken die je weghaalt, die gaan weer terug op je spelersbordje. Is daar geen ruimte, dan verdwijnen ze uit het spel. Maar wat ik bedoel met, je kunt elk veld maar 1 keer activeren. Mocht ik nou genoeg zonlicht hebben en ik heb in mijn voorraad ook nog zo'n grote boom, kan ik niet zeggen, oké, ik heb hem nu veranderd in een middelgrote boom. Dan betaal ik nog een keer 3 zonlicht en dan laat ik hem gelijk weer doorgroeien naar een grote boom. Dat mag dus niet. Je mag elke ronde elk veld 1 keer activeren, oftewel, ik heb dit kleine boompje veranderd in een middelgrote boom. Dit veld is deze beurt geactiveerd, die kan niet nog een keer groeien. Het is natuurlijk logisch dat een zaadje niet, als je genoeg zonlicht hebt, in 1 keer in een gigantische boom verandert. Daar gaat gewoon even tijd overheen. Maar ik kan dus bomen laten groeien. Een zaadje veranderen in een kleine boom kost 1 geld. Een kleine boom in de middelboom 2 geld. Dat staat hier allemaal keurig. Alleen als je een grote boom hebt, kun je die voor 4 zonlicht kappen. Dan gaat hij weer terug naar je spelersbordje. En afhankelijk van waar je hem vandaan haalt, krijg je een overeenkomstig fiche. Dus als ik hem bijvoorbeeld vanuit dit veld zou kappen, dan zien jullie 2 blaadjes. Dus dan pak ik het bovenste fiche met ook 2 blaadjes. En dat zijn 17 punten voor mij. En de laatste optie is, de bomen kunnen zaden verspreiden over het bord. Op elk veld mag maar 1 boom of zaad fiche liggen, ongeacht wiens kleur. En hoe groter de boom, hoe verder je het zaad kan gooien. Kleine boompjes, die kunnen alleen maar in de aangrenzende velden hun zaden laten vallen. Middelgrote bomen kunnen 2 stapjes ver hun zaden laten vallen. En jullie raden hem al, de grote bomen kunnen zelfs tot 3 stapjes ver hun zaden laten vallen. Dat kost 1 zonlicht. Laten we zeggen dat ik dat graag zou willen doen. En ik kan dit zaadje dus niet gelijk, want ik heb dit veld geactiveerd, veranderen in een klein boompje. En ik ga deze ook een zaad laten vallen. Hoppata, dat kost me 2 keer 1 zonlicht. Mijn zonlicht is op. Je hoeft het niet per se op te maken, je kunt ook meenemen naar de volgende ronde. En is de volgende speler, in dit geval Army Guy en daarna Googly Eyes en zo gaan we met de klok mee allemaal onze beurt doen. Als iedereen klaar is met zijn of haar acties, gaat de startspelermarker door naar de volgende speler. We beginnen de volgende zonlichtfase. De zon draait naar de volgende positie. En we gaan weer kijken welke bomen zonlicht krijgen en welke in de schaduw blijven. Dat zonlicht gaan we weer spenderen. Dit keer begint het met Army Guy en dan Googly Eyes en ikzelf. En zo spelen we rond. Komt de zon weer bij de startpositie, dan haal je een van de rondemarkers weg om aan te geven dat we in de tweede ronde zitten en dan gaan we daar weer 6 beurten in spelen. En zo spelen we door tot we in totaal 3 rondes aan zonlicht hebben genoten en dan gaan we kijken wie de meeste
punten heeft weten te bemachtigen, want die wordt de winnaar van fotosynthesis. En zo wordt het spel gespeeld. Het eerste wat er uitspringt bij fotosynthesis is de vormgeving. Die is heel gaaf gedaan, doordat alle speelstukken driedimensionaal zijn en je dus echt kan zien welke boom groter is ten opzichte van de andere bomen. Je krijgt daardoor, zeker naarmate het spel vordert, een mooi bos op het speelbord. En voor de spelers is het natuurlijk elke keer weer de keuze, wat ga ik precies doen? Welke posities zijn voor mij aan de ene kant interessant om lekker veel zonlicht te vangen. Aan de andere kant, hoe kan ik mijn medespelers in de schaduw zetten? Maar nog belangrijker is, het duurt even voordat je zo'n grote boom hebt gemaakt. En die wil je natuurlijk op een gegeven moment ook gaan kappen. Maar aan de andere kant, die hele grote bomen zijn super fijn, want die vangen bijna altijd wel hun maximale hoeveelheid van 3 zonlicht. Waar de zon ook vandaan komt en ze blokkeren heel veel stukken van je medespelers. Maar ja, aan de andere kant, uiteindelijk is het hem te doen om deze puntenfiches. Dus die keuzes, daar zul je mee moeten worstelen. En dat is leuk gedaan. Niet complex, maar wel uitdagend. Verder heb ik gemerkt dat er een gezonde balans in het spel zit. Je kunt op verschillende manieren het spel tackelen. Je kunt natuurlijk gaan voor zo snel mogelijk, zoveel mogelijk grote bomen, zodat je lichtopbrengst omhoog gaat. Maar aan de andere kant, het uitgooien van je zaden garandeert je weer dat je bepaalde posities verovert. En dat is natuurlijk ook wel weer heel erg prettig. Want daardoor kun jij de mooiste stekkies claimen voor je tegenstander zijn of haar neus langs. Ja, dus dat zijn mechanismes die lekker werken en het spel in mijn optiek gezond balanceren. Het plekje in het midden is fantastisch om daar een gigantische boom neer te zetten, want van daaruit kun je je zaadjes overal naartoe gooien op het bord. Aan de andere kant, als je in het midden van het bord staat, heb je heel veel kans dat mensen je inbouwen, dus is het weer moeilijker zonlicht vangen. Maar daar staat wel weer tegenover dat dit de meeste punten oplevert als je daar een boom weghaakt. Dus dat soort elementen zorgen ervoor dat de balans goed is. Maar alles bij elkaar is fotosynthesis een leuk spel om te spelen. Het ziet er fraai uit, maar ik vind het vooral leuk hoe de bomen groeien, de posities gekozen worden en hoe de zon rond het speelbord draait. En daar moet je toch wel een klein beetje rekening mee houden, want het kan maar zo gebeuren dat je jezelf in je eigen schaduw zet. Ja, en ook jouw bomen werpen gewoon schaduw over andere bomen van jezelf. En dat kost jou weer zonlicht. Ja, en daarmee beperk je jezelf. Dus je moet echt wel tactisch kijken van waar ga ik bouwen. En ja, soms moet je maar voor lief nemen dat je een bepaalde kant van het speelbord weinig opbrengsten zal hebben. En dat alles gecombineerd met de eenvoudige regels maakt fotosynthese tot een prima spel. Wat voor mij een dik 3 sterren heeft gekregen. Spellen zolder.